Hoi, leuk dat je kijkt naar Paardenpraat TV. Vandaag hebben we voor jullie een video over wijken. En dat is echt de laatste tijd super veel gevraagd. Echt, dat was echt een trend. Dus ik ga jullie vandaag laten zien hoe dat moet en alles wat je moet weten. En ja, alles. Maar dat doe ik alleen als Samson weggaat, want hij zit op mijn voet. Kun jij ook even wijken, Samson? Kun je even opzij wijken, zeg maar? Wijken. Wijken is de eerste... Samson heeft zijn balletje afgepakt. Eén moment. Kijk eens, klein kind. Wijken is de eerste zijgang die je leert. En het is ook gelijk een soort van gehoorzaamheidsoefening. Ik heb hier een plaatje van hoe dat er ongeveer uitziet. Ik heb hier een paard met een ruiter. Zo, gaat die kant op. En die wijken dan opzij. Zo, terug naar de hoefslag. En dat is een heel leuk plaatje, maar wat nog veel leuker is, is dat ik het ook even voor kan doen. Dus dat ga ik nu even doen. Ik ga even galopperen naar de overkant, want dan ben ik er sneller. Wijken een nieuwe oefening voor je is, dan moet je dat natuurlijk eerst leren. En het is het makkelijkst om dat te leren op een paard wat dat al kan. Voordat je wijken kunt leren, moet je eerst een aantal andere oefeningen beheersen. En als je wil weten wat je moet beheersen om een nieuwe oefening aan te leren, dan is het handig om te kijken naar de wedstrijdniveaus. Wijken komt bijvoorbeeld voor in de L1. Kijk. En dat betekent dat je sowieso de oefeningen uit de B moet beheersen. Als je dat niet doet, dan krijg je ook geen winstpunten. Dan mag je ook niet over naar het volgende niveau. Dus dat is heel belangrijk. En, nou, hoe moet je nu aan je paard vertellen dat je wil wijken? Een paard spreekt natuurlijk geen Nederlands. Dus je kunt niet zeggen van hallo daar beneden. Ik wil graag nu opzij. Dat werkt natuurlijk niet. Daarom gebruiken we voor een paard een hulp. En een hulp is een soort van het knopje wat je indrukt. Om aan je paard duidelijk te maken wat je van hem wil. Het is wel een verschil tussen het knopje indrukken en daadwerkelijk de oefeningen goed uitvoeren. Ik kan bijvoorbeeld iemand op mijn paard zetten en zeggen zo en zo doe je een galopwissel. En waarschijnlijk komt er dan ook wel een galopwissel, want het paard weet wat die hulpen betekenen. Maar dat is technisch geen goede oefening. Je zal daar bijvoorbeeld geen voldoende voor krijgen op wedstrijd. En dat komt omdat je voor een bepaalde oefening feeling moet ontwikkelen. Je moet kunnen voelen hoe een oefening goed is. En je moet ook kunnen leren herkennen wanneer een oefening niet goed is. Wanneer het fout gaat, hoe dat voelt en hoe je dat kunt oplossen. Dit is Anouk en Anouk die komt ons helpen. Oh, sorry pony, je schrok van mij. En de pony die heette Just in Time, maar dat doen we even Justy, hè? Want anders is het wel heel hele mond vol. En wat je als eerste moet weten als we gaan wijken is natuurlijk, hoe doe je het? Wat is het knopje? Wijken is in principe het opzij gaan voor de druk van je binnenbeen. Dus we doen even alsof dit het binnenbeen is. Die duw je tegen je paard. En Anouk, de kuiten zijn altijd lekker hard en gespannen. Die kan goed, Anouk kan goed duwen met de kleine kuitjes. Dus dat is het opzij duwen. Ja, als ik duw, dan zie je, dan beweegt hij gaat alvast. Het opzij duwen van het paard voor je binnenbeen. Daarmee blijf je recht zitten. Dus op allebei je zitbeenknobbeltjes. Recht vooruit, niet opzij hangen. Je vraagt een heel klein beetje stelling. En je buitenteugel hou je erbij tegen de hals. En dat zorgt er eigenlijk voor dat als je een beetje stelling vraagt en je houdt de buitenteugel erbij, dan gaat het goed. En als je dat niet zou doen, dan zou je eigenlijk dit krijgen. Dan valt het paard om. En dat is natuurlijk niet wat we willen. Je kunt als hulpmiddel een klein stokje gebruiken. En die kun je dan tijdens het wijken tegen de schouder of tegen de kont leggen. En op die manier kun je helpen met het opzij duwen van je paard. Wijken, dat kun je doen in stap of in draf, kan eventueel ook in galop, maar draf is het meest voorkomende, dat wordt ook in de proeven gevraagd en daarbij wordt ook doorzitten gevraagd. Als je dat nu nog heel moeilijk vindt, dan kun je zeker in het begin ook blijven lichtrijden. Wijken kun je doen op verschillende plaatsen. Je kunt dat doen in een hoek, dus dan kun je in een hoek een paar pasjes naar buiten. Je kunt dat doen op een volte, dus op een kleine volte, dan kun je naar buiten wijken om hem te vergroten. En je kunt dat doen op de lange zijde, op de middenlijn en dan richting de hoefslag. En Anouk gaat nu laten zien hoe je dat kunt doen op de volte. Dus dan gaat ze de volte eerst een beetje kleiner maken. En dan gaat ze daarna naar buiten wijken om hem weer groter te maken. Je gaat wijken, ik ben weer paard. Afwenden bij de A. Recht richten, beetje stelling vragen en opzij.
dus gezien van dat wijken, dat je dan eerst gaat afwenden, je paard recht richt, een beetje stelling en dan opzij. Maar er is in principe geen vaste richtlijn over hoe schuin of hoe snel dat moet. In principe is het zo dat je in de L1 hoef je maar 5 meter te wijken. Dat is echt maar een heel klein stukje. En dan moet je ongeveer tussen de middenletter en de achterste letter uitkomen. Dus je kunt daar een heel klein beetje mee spelen. In de L2 moet je 10 meter wijken. Dus dan moet je echt helemaal door tot de hoefslag. Dus dan moet je wel ietsje scherper. Het is dus heel slim om af en toe te spelen met hoe scherp je het doet. Ik zal het weer even voordoen. Je kunt zo wijken. Er heel lang over doen. Maar je kunt ook heel scherp wijken. Je kunt ook zo wijken dat je heel snel naar de hoefslag gaat. Dus je kunt daar een heel klein beetje mee spelen. En op die manier kun je ook aan gehoorzaamheid werken. Als je het moeilijk vindt om een beetje stelling te vragen in dat wijken, dan kun je ook van tevoren een klein voltetje rijden of tussendoor een klein voltetje maken. Ik was het net even vergeten, want dat is voor ons heel logisch. Maar als je dat gaat leren, dan is dat natuurlijk helemaal niet zo logisch. Je wil altijd graag na het wijken verder op de kant waar je vandaan kwam. Dus als je rechtsom rijdt, dan wil je ook graag na het wijken weer rechtsom verder. Dus als je rechtsom rijdt, kom je zo aan, dan wijk je naar links en dan kun je daarna rechtsom verder rijden. Als je nou linksom aan het rijden bent, dan wil je na het wijken ook weer linksom verder. Dus je komt dan zo aan. Dan wijk je vervolgens naar rechts en dan kun je daarna linksom je rondje verder doen. We hebben net al laten zien hoe je wel moet wijken, maar er zijn ook heel veel veelgemaakte fouten. En ik ga er 3 voor jullie opnoemen. Allereerste veelgemaakte fout is te weinig buitenteugel. En als je niks met de buitenkant doet, dan valt je paard om. Dan krijg je dus, als je niks met je buitenteugel doet, krijg je over de schouder wegvallen, dan gebeurt er dus dit. En dat kan dus ook in het wijken gebeuren. En dat ziet er als volgt uit. Dan krijg je dat de voorkant die is al daar en de achterkant is nog daar. En dan krijg je een beetje zo'n idee. En ik ga het ook nog even voordoen. Ik moet even uit de weg. Dat is dus een voorbeeld van over de schouder wegvallen, dus te weinig buitenteugel. Want dat is vaak in combinatie met te veel stelling. Dus te veel stelling, niks met de buitenkant, geen steun met de buitenkant. Dus hier. Laatste veelgemaakte fout is de achterkant eerst. Het is in principe de bedoeling dat je paard zo parallel mogelijk blijft aan de hoefslag. En dat de voorhand misschien ietsjes eerst komt. Veelgemaakte fout is in plaats van zo opzij, zo opzij. Niet de bedoeling, jongens. Niet de bedoeling. Als laatste nog 5 tips voor te wijken. Tip nummer 1. Leer vooral veel kijken. Dus kijk heel veel naar andere mensen in andere lessen naar het wijken. Luister goed naar die andere instructeur wat er wordt gezegd. Dus leer hoe een goede oefening eruit hoort te zien. Tip nummer 2. Laat jezelf filmen. Want je moet namelijk bij een oefening een bepaald gevoel hebben. En het is heel moeilijk om te voelen of een bepaalde oefening goed is. Dus laat jezelf filmen zodat je weet hoe het er bij jou uitziet. Tip nummer 3. Werk samen met een goede instructeur die je vooral kan vertellen hoe iets moet, hoe iets niet moet en waarom iets fout gaat. Want dat is heel belangrijk om te leren. En op die manier kun je ook leren wanneer iets fout gaat en hoe je dat dan vervolgens moet oplossen. Tip nummer 4. Oefen op een ervaren paard. Het is het allerbeste als je een nieuwe oefening leert op een leermeester. Dus op een paard wat echt wel alle oefeningen beheerst. Dus als dat kan, als dat mogelijk is, zeker doen. Zorg ervoor dat je goed op 2 teugels rijdt. Nou, dat is Anouk ter tip nummer 5. Zijn we aan het einde van deze aflevering. Als je nog vragen hebt, zeker stellen aan je instructeur. Je kunt ze ook achterlaten in de comments. Vergeet niet om te liken en om te delen. En abonneren. Nou, bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doeg! Het eerste wat er bij een paard jaarlijks moet gebeuren is het inenten. En dit is het paardenpaspoort, dit is het paspoort van Parino. Als ze in het paard zitten, dan moet je er vooral voor zorgen dat ze er weer uit gaan. En als ze buiten het paard zitten, dan moet je er vooral voor zorgen dat ze niet in je paard komen. Een soort grote nagelvel. Ik weet niet hoe goed het is van mijn nagels, maar...